Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op 4 oktober. Een krachtig hoge drukgebied boven Scandinavië zorgt ervoor dat wij hier te maken hebben met een noordoostelijke stroming, en daarin wordt steeds frissere lucht aangevoerd. Dat betekent ook dat de middagtemperaturen de komende dagen wat gaan dalen en dat het eigenlijk iets te koud wordt voor de tijd van het jaar. Normaal hebben we te maken met maxima zo rond de 16 tot 18 graden. De komende dagen zal het over het algemeen zo rond de 14 graden zijn. Maar het hoge drukgebied is wel krachtig en blijft eigenlijk de rest van de week ons weerbeeld domineren. En dat betekent ook dat er flinke zonnige perioden zijn, die weliswaar afgewisseld worden met ook stapelwolken, zoals vandaag. En vooral in het zuiden was er vandaag vrij veel bewolking. Maar vanavond lost die bewolking overal op en wordt het op de meeste plaatsen helder. De temperatuur die daalt vrij snel naar een graad of 10 en vannacht wordt het dan helemaal koud. Minimumtemperaturen komen uit ergens zo rond de 4 tot 6 graden. Misschien dat er een enkel misbankje ontstaat, maar die kans is niet al te groot, want de wind die blijft uit het oosten tot noordoosten doorwaaien. En morgen overdag, ja, dan ziet het er prima uit met flinke zonnige perioden. Maar het is dus wel fris, met maxima van 13 tot 15 graden. Ook morgen waait er een Noordoostenwind die matig tot vrij krachtig is. De dagen erna komt er weer wat meer bewolking in de verwachting. Donderdag gaan we dat al merken in de ochtend. Vanuit het Noordoosten wordt het dan vrij bewolkt. En ook vrijdag en zaterdag zijn er duidelijk meer wolkenvelden. En mogelijk dat er vrijdag in de middag in het oosten en zuidoosten een spatje regen valt. Volgende week verandert er nog niet zo heel veel. Het hoge drukgebied blijft aanwezig en dat zorgt nog steeds voor die noordoostelijke stroming. En dat betekent dus ook dat de temperaturen niet echt gaan oplopen. Die blijven over het algemeen zo rond de 14 graden. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u nog een fijne dag.